Ja, ik ben live in de groep. Ik hoop dat jullie me weer kunnen vinden. Ja, ik zie jullie al binnenkomen. Hè, gelukkig. Goedenavond allemaal. Het is al geen fijne week en dan ging dit ook nog een beetje mis. Maar we zijn er, in de goede groep. En we gaan lekker aan de slag. Hoi Marlene, Christina, Mario. Karin, oh leuk, gezellig. Ik heb er weer zin in. Ik ben een klein beetje totaal onvoorbereid. Klein beetje totaal, het klinkt ook niet helemaal goed. Ik was deze week wat ziek. En het lukte niet. Maar gelukkig ben ik weer fit. Althans. En gaan we gewoon freewheelen. En er komt vast iets moois uit. We gaan, ik had al wel een doosje gemaakt. Mijn vader gaat voor de 11e keer verhuizen. Dus ik dacht, daar moet deze keer maar een cadeautje voor komen. Dus ik ga een doosje, een simpel doosje. Die ga ik versieren met Marlene's mooie spulletjes. En daar doe ik een klein kaartje bij van 10 bij 10. Dus daar ga ik eerst de achtergrond voor maken. Mooi Marianne dat je ons gevonden hebt. Mij gevonden hebt. Ik heb wat bloemetjes uitgezocht uit het mooie grote blok. Daar wil ik echt beslist veel mee gaan doen. Dus die zullen jullie nog wel vaker voorbij zien komen. Hij is prachtig. Dus die ga ik straks gebruiken. Maar ik ga eerst een A4'tje lekker bekliederen met distress oxides. Zo, die aan de kant. Ik heb 4 kleuren gepakt, lekkere felle kleuren. De Distress Oxide Pictress Berry, Candied Apple, Mustard Seed en Salty Ocean. Zelfs mijn nagels heb ik ervoor aangepast. Ik denk dat moet een mooie blauwe kleur zijn. Grapje, ik draag veel blauw, dus dat vond ik wel leuk. Nou, waar zullen we eens mee beginnen? Ik begin met roze. En wat ik ga doen, normaal, je kunt het gewoon opbrengen met een sponsje. Ik breng het, ik klieder lekker iets, een heleboel op mijn sheet. Ik spray het lekker met water. Zo. En ik haal hem er gewoon doorheen. En dat doe ik met alle 4 kleuren. De bedoeling is dat je het wel een beetje droogt voordat je met een nieuwe kleur begint. En nou heb ik natuurlijk nog heel veel inkt over. Wat ik ook zonde vind om weg te doen. Dus daar pak ik een A4'tje voor. En die neemt lekker veel op. Zo. Nou ben ik echt aan het knoeien. En die kun je straks ook weer ergens voor gebruiken. Gewoon kopieerpapier. Mijn stempelpapier ligt te ver weg. Even een doekje. Zo. Hier aan de kant. En mijn heat tool. Dus ik maak het even een beetje droog. Dat kan wel weg. Ik zag nog niet wat je binnen hebt gekregen. Het ziet er goed uit. Kun je ook lekker aan de slag. Oh, dat vind ik knap, Patty. Je eigen nagels lakken. Dat lukt me echt niet. Ik vind het ook veel te leuk om naar iemand toe te gaan. Even waar je even lekker verwend.
af en toe moet je dat ook doen. Zo. Nou. Zo kan het wel. Roze hebben we gehad. Dan. Nou, maakt op zich ook niet zoveel uit. Ik pak er gewoon rood bij. Vroeger roze en rood, dat kon helemaal niet. Gelukkig nu wel. Zelfs in kleding. Maakt niet meer uit wat je draagt. Water erop. En we deppen weer. Zo. Ja, daar word je toch blij van. Ik wel. Mijn A4'tje. Hups, oké. Zo. Nou. Ja, ik ben heel gedurfd, ik of heel fel in mijn kleuren qua knutselen. Maar als het op mezelf aankomt, dan durf ik niet zo. Ik vind het altijd heel mooi staan bij een ander. Als iemand een rode broek of iets knalgeels aan heeft, prachtig. Maar ik grijp altijd weer op blauw. Oh, een haar van Boy. Ja, Sylvia, kliederen doe ik liefst. Zo, nou. Zullen we blauw doen? Doen we geel als laatst. Lekker veel op je craft sheet. Gelukkig hebben ze navulpotjes. Dat klinkt heel gek. Navulpotjes, ja. Zo. Nou, die doen we daar nog klaar. Ja, dat is niet handig als je de boel laat vallen. Ik trek nog even weer de veen erover. Zo, dan hebben we geel nog. Even zien. Anders wordt groen als je blauw niet goed opruimt. Zo. Lekker veel. Kennen jullie deze flesjes alvast wel? Dat zijn de Nuvo spraybottles. Light Mist. Ik vind hem geweldig. Die sprayt echt heel mooi. Zo, kijk. Nou word ik blij. Prachtig. Alleen het helpt niet, straks ga ik het versnijden, dus dan... Zo, nou. De laatste kleur. Droog hem nog en dan gaan we verder met de stempels.
en de stencils. Ja, daar word je blij van, die kleuren. Helemaal in deze periode. Ik zou het liefst emigreren, geloof ik, met dit weer. Maar ja, het gras is overal groener, dus we blijven maar mooi hier. Zo. Oh. Ik heb wel problemen met mijn telefoon. Zo. Ja. Even voelen. Jawel. Mooi, daar ben ik al gelukkig mee. Nou, dan wou ik met deze stencil. En met dezelfde kleuren een beetje over het vel heen. Zo. En dan moet ik even zien wat het mooiste is. Ik heb een... Ik denk dat ik met roze, gewoon over roze ga. Dan zul je zien hoe dat wordt. Die wil niet, die leg ik aan de kant. En ik pak mijn dauber weer. Ik vind dit echt een prachtige mask met die mooie, fijne bloemetjes. Kijk, zie je ze? Hoe mooi wil je het hebben? Doe. Blauw. Doe een beetje geel erbij. Dus mustard seed geel. Dat blijft toch de mooiste kleur van de distress oxides. Of Tim Holtz moet dan met een mooie nieuwe kleur geel komen. Maar we gaan zien. Hier wordt hij een beetje groen. Nou, we gaan er gewoon nog lekker door. En anders dan pak je, als je met één mask werkt en je vindt het niet genoeg, pak je er een nieuwe bij en gaat er gewoon overheen. Dat is het mooie van een mask. Daar wil ik nog met een beetje blauw overheen. Zo. Oh. Ja, het hoekje zit erin. Daar kan ook nog wel iets... En straks gaan we er met stempels overheen en dan zie je weinig ervan terug. Maar voorlopig is dit wel mooi. Ja, dat is ook een mooie combinatie, Marlene. Broken China, mustard seed en pink flamingo. Ja, en dan had ik er nog eentje. Ook een blauwe kleur. Of was dat deze? Nee, de Salty Ocean, die heb ik nou. Oh. Moet je niet doen, hè? Kletsen en... Zo. Nou. De bloemetjes staan erop. Die leg ik aan de kant. Deksels er weer op. Zo. En nou
nou wilde ik stempelen? Even zien. Maar ik denk... het kan wel. Ik ga mooi de bloemen stempelen. En de takjes. Als achtergrondstempels doen we die gewoon. Zo. Leg ik daar neer. Even zien. Dus daar zo. Ja. Wie heeft er nog meer ruzie mee met dat plasticje? Eigenlijk wil ik hem er wel afdoen, maar nou, hij zit er nog op. Schijnt dat het niet zo uitdroogt. Zo. Eigenlijk moet ik dus een keukenrol eronder leggen. Het wordt niet zo'n zootje. Ga ik doen. Anders heb ik straks nog meer poetswerk. Zo. Die doen we. Daar. Het hoeft niet super scherp te zijn. Het is een achtergrondstempel. Er komt straks nog van alles overheen. Dus feitelijk zie je hem bijna niet terug. Net als dat ik nu over de bloemetjes heen stempel. Die ik met de oxides erop heb gebracht. Alleen dan zie je hier weer die mooie streepjes zo naar voren komen. Kun je iets hoger werken? Ja. Is het op deze manier goed? Snap ik, in mijn enthousiasme trek ik alles naar elkaar toe. Zo. Dat is die. Doe ik er nog een klein bloemetje tussen. Waar zal ik hem doen? Daar. En ik doe hem. Ho. Daar nog. Zo. Daar zijn de bloemetjes. Dan vind ik nog een paar takjes wel leuk. Even zien. Die kan aan de kant. Deze is ook zo leuk. Ha, Stini, Meta en Carla. Jullie zijn er ook. Gezellig. Zo. Het leuke van de open bloemetjes is dat je ze nog weer kunt ontbleken, ontkleuren. En dat je dan met iets anders weer inkleurt. Heel ontspannen werkt dat. Ja, ik gebruik Stazon om te stempelen. Dat is wel mijn favoriete inkt. Droog snel. En ga je ontkleuren, dan blijft het mooi zwart. Zo heeft iedereen, denk ik, zijn eigen voorkeur aan kleuren. Nou, daar nog wat, anders heb ik hem straks helemaal vol. Zo. Nou ga ik hem eerst in stukjes snijden. En dan kan ik altijd nog zien waar er nog iets bij moet. Ja, ontkleuren is ook leuk, Stini. En dan met chloor en dan met 5 of 6 maanden met chloor bezig. Heerlijk. Zo, dat is weer schoon. Pak even mijn snijmachine. En een liniaal. En ik vergeet nog wat, want ik wilde het nog een beetje sprayen. Dat de kleur een beetje meer spreekt. Nou, die laat ik gewoon even liggen zo. Even zien. Zo.
En dan meet ik alvast mijn doosje op wat de afmetingen zijn. Ik maak nog een blogbericht en daar doe ik de afmetingen van dit doosje ook weer in. Even zien. Nee, dat klopt. Geen verstopte neus meer na het gebruik van chloor. Even zien. Als je dan ook nog de eucalyptus gebruikt. Het doosje is 15 centimeter lang. Even zien. Pen is ook handig. 15, dus daar maak ik 14,5 van. Bij, even zien, 5,5, dus dat wordt 14,5 bij 5. En dat doe ik twee keer, want ik ga de onderkant en de bovenkant doen. Vind ik wel zo leuk. Kijk, ik ben al lekker weer aan knoeien geweest. Niemand ziet dat ik met mijn doosje bezig ben. Ik zal even een stukje naar voren gaan. De zijkant, dat is geen mooi rond getal, dat is jammer. Dat is 2,7, dus dat wordt 2,2. En dan bij 14,5, en hij zal net zo lang zijn als de bovenkant. Anders heb ik iets verkeerds gedaan. Zo, en de binnenkant van dit doosje doe ik ook. Nou, die meet ik even aan de buitenkant. Dus ook weer 15, is 14,5. Bij 5. Ik weet niet of dat precies gaat passen, maar ik ga het gewoon proberen. En de zijkantjes nog. Dat is 2,5. Dus dat wordt 2 bij. Oh. Bij 5. Nou. Dan maak ik nog even mijn vel droog. En dan gaan we hem versnijden. Hoi Miranda. Laura is de liniaal kwijt. Ja, dat is niet handig. Ik ben hem soms ook kwijt hoor, ligt hij gewoon pal voor mijn neus, maar er ligt zoveel op de tafel, dat ik hem soms niet weer vind. Zien of dit goed droog is. Zo. Nou, dan ga ik snijden. Ik hoop dat het uitkomt. Dat ik aan één vel ook genoeg heb. En anders maak ik er gewoon nog wat bij. Zo. Mijn fase, ideaal ding. Dus even zien, ik moet twee keer 14,5 bij 5. Nou, dan snij ik eerst 5. Zo. Kijk, zo komt het er al anders uit te zien. Nog eentje. Daar maak ik nog 14,5 van. Dat is eentje. En welke gaan we gebruiken? Even zien. Altijd lastig kiezen. Ik doe het zo. Nou, die twee stukjes komen ook wel weer van pas. Dus die heb ik. En dan nog 2,5 bij 14,5. Ook twee keer. Nou, die vind ik eigenlijk makkelijker om zo te doen. Zo, dat is wel fijn dat daar ook nog een 3,5-4 centimeter zit. Daar is één.
dat is 2. Nou, dat zijn weer compleet andere kleuren. Dat is het leuke ervan. Als je eerst gewoon een groot vel van maakt en dan gaat snijden, dan heb je toch alle kleurtjes. Zo. Die heb ik ook. Ik schrijf ze altijd naast me op een op mijn werkblad eigenlijk. Dus één keer in de zoveel tijd moet ik zorgen dat ik weer een nieuw papieren werkblad heb. Dan heb ik één keer 14,5 bij 5 centimeter. Oh, dat is de binnenkant. 14,5 bij 5. Daar zit 5. Het is vrijdag. Zo. Die vind ik zo wel leuk. Dat is de bodembedekker. Even zien. En dan nog 2 centimeter bij 5. Dat zou mooi zijn als dat hier nog uitpast. Zo gebruik je lekker alles. Dat is 1. Dat is tricky, maar dat gaat lukken, denk ik. Ja, dat is 2. En 5 centimeter. Die. En nog een keer 5. Ja, ik wou zeggen, het doet verkeerd, maar dat komt goed. Zo. En dan moet ik nog een stukje voor mijn 10 bij 10 kaartje. Dus daar maak ik dan 9,5 van. Bij 9,5. En dan kan ik weer verder. Daar vind ik een beetje meer roze wel mooi bij. Even zien. Ja. Nou, heb ik hem al in één keer klaar. Goed, het snijwerk is klaar. Dan gaan we zien. Even kijken. Wat ga ik hier nou gaan veranderen? Eigenlijk best zonde, hè, om hier nog... Ik ga eerst de randjes eens zwart maken. Dan lijkt het ook alweer anders. Zo. Ja, ook niet slim. Nou. De randjes nog. Zo. En dan had ik mijn vel met bloemetjes nog. Die vergeet ik haast. Dat is zonde. Ik begin met de... Even kijken. Die. Oh ja, die zijn alle drie hetzelfde. Eentje komt in het doosje. Dan doe ik deze twee uit het doosje. Dan heb ik het vel met de bloemetjes. Nou, en eigenlijk passen alle kleuren erbij. Dus dat is het mooie ervan. En die wilde ik... op deze manier op gaan plakken en dan gewoon door de midden. En dat kan ik direct doen, maar ik kan hem ook eerst opplakken en dan, als ik recht kan knippen, dan is het geen probleem. We gaan het gewoon proberen. Ja. Zo, en dan kan ik eventueel deze hier doen. Maar eigenlijk... moet daar een ander kleurtje op. Dus die bewaar ik voor een volgende. Nou, dan heb je iets hoger. Ja, sorry. Ik trek dat ding naar voren. Misschien heb ik dan weer zo. De camera bedoel ik. Dat ding.
Kijk, dan vind ik deze hier wel mooier passen. Dus even rechtknippen alsjeblieft. Zo. Daar doe ik deze op. Ja. Nou, zien. Even kijken wat zit er nog meer op. Die is wel leuk. Die doe ik daar. En dan doe ik deze daar. Ja. Nou, die plak ik eerst op. Even zien, de lijm. Zo. Even zien, waar gaat die naartoe? Die kwam hier. Zo, dan doen we deze. Die plak ik daarop. Mooi, het randje zo. Nou, deze die plak ik eerst op en die ga ik dan wel knippen, want anders blijft er niet zoveel van over, denk ik. Kijk, ik heb een klein randje, dus deze ook. Die daarop. En dan ga ik toch met chloor aan de gang. Want ik wil eigenlijk een paar van die, zoals deze, ietsjes... Heel klein drupje. Even een goede penseel. Heel klein penseeltje. Even zien. Daar is die. Kleinste penseeltje wat ik heb. Ik weet niet. Dit is nummer 1. Dus ze zijn er nog wel dunner. Maar nou, dat hoeft dan ook weer niet. En dan even. Ik hoop dat jullie het kunnen zien zo. Klein beetje chloor. Nou, dat kun je bij deze ook. Uitkijken dat je geen strepen trekt. Kan soms heel mooi zijn als je van die strepen op papier hebt. Maar je tikt hem gewoon een klein beetje af zo. En dan, als het goed is, zonder strepen. Zo. Motoriek is ver te zoeken vandaag. Maar dat komt ook goed. Kijk, hier kun je het al goed zien. Geel is ook wel een dankbare kleur om te ontbleken. Niet alle kleuren doen het even goed. Maar... als het iets ontbleekt, dat kun je bij deze bloem dan denk ik ook zien. Met paars, er blijft dan wel een tintje over, maar het geeft ook wel weer iets moois. Nou, deze bloem doe ik niet helemaal, dat vind ik zonde, maar... als je hem dan goed droogt, dan kun je er later ook nog wel met een ecoline stift overheen. Dan zou je ze extra... of je laat ze gewoon gebleekt, of je zet hem in een andere kleur extra aan. Dat kan ook. Mijn Facebook Live producten die staan nog niet op Facebook, omdat ik vergeten ben om de linkjes door te geven. Maar morgen of... maandag staan ze er in ieder geval op. Maar als je kijkt bij de Facebook Live van 5 februari. Daar staan alle producten van Marlene ook op. Dus ze staan er wel. Even zien. Ik doe deze. Die zit vast genoeg. Die knip ik even af. Zo. Oh. Dat is nog niet helemaal droog. Wacht. Ben ik nog steeds goed in beeld? Ja, knippen is ook niet zo moeilijk.
ga ik nog even weer met zwart langs dat bloemetje. Zo. En langs die. En dan plak ik deze alvast op. Want dan weet ik wat ik er nog bij op wil hebben. En ik kan eventueel ook kleuren als die er al op zit. Dus dan hebben jullie al een beetje een idee van wat het gaat worden. Zo. Oh, daar gaat de lijnpot. Nou, wat je ook kunt doen is dat je hem even een stukje zo. En dan kun je hem gewoon goed aandrukken. Zo. Nou. Hetzelfde doe ik met de achterkant. Of voorkant. Weet ik nog niet eigenlijk. Maar dan kun je altijd nog besluiten. Kijk, zo lijkt een doosje alweer heel... Ja. Daar word ik wel gelukkig van. Nou, hier plak ik nog eventjes niks op. Ik vind eigenlijk... Zo. Nou, daar had nog een centimetertje afgekund, maar we doen het zo. Geen probleem. Oh, volgens mij ging ik weer uit beeld. Kijk, hier heb ik geknoeid. Maar geen mens die dat ziet straks. Zo. Oh. Zo kun je ook gelijk bepalen hoe ver of hij van de buitenkant af moet. Nou loopt hij mooi gelijk. Als je hem zo kunt opplakken. Nou, dan is het omhulsel. Heb ik al zover. Ik geloof dat deze kant het leukste vindt. Beetje vrolijk. Dus die doen we eerst. Nou wil ik hier nog een... ik zag dat er hartjes op zaten. Even zijn. Hier zit een hartje. Oh. Zo. En ik vind deze eigenlijk ook wel heel leuk. Zo. Nou. Daar ga ik even met een sponsje en wat zwart omheen. Niet te veel. Ik heb dat, die één pet net bijgevuld, dus daar kwam heel veel uit. Maar dat heeft niks. Er zit in elk geval een randje omheen. Mijn vingers zie ik ook. Zo. Die plak ik hier. En daar gaat het hartje bij. Ook een klein randje. Even een stukje wegknippen. Zo. En die plak ik met een klein beetje lijm op het bloemetje. En dan vind ik die bloem een beetje saai. Dus dan pak ik nog een mooie gele of oranje. Oranje.
Ecoline brushpen. En dan ga ik nog eventjes een beetje meer kleur aanbrengen. Mijn vader houdt wel van kleur, heeft ook altijd in de bloemen gewerkt, dus niks is te veel. En omdat je verschillende kleuren ondergrond hebt, ach, wordt de bloem ook nog weer anders. Zo, dan heb je de bloemetjes van de stencils nog. Zo, kijk. Dat is net even de puntjes op de i. Nou. Lekker veel lijm. Daar kun je ook wel high van worden. Kijk, die past er mooi in. Zo. Oh, ik zeg de hele avond al, oh. En dan, als je het eenmaal door hebt, ga je er ook op letten. De kapse kantjes hebben we hier altijd. Die doen we daar. Moet ik alleen nog bedenken wat voor lekkers of ik er straks in ga doen. Ik denk dat ik hem naar onze snoepwinkel breng hier en dan gewoon, als ik zo een los zakje meeneem, ben ik bang dat ze al sneuvelen voordat ze het doosje überhaupt zien. Of ik moet snoep kopen wat ik zelf niet lekker vind, dat is misschien ook wel handig. Nee, dat is niet handig. Die is klaar. Tenminste... Ik vind hem leuk zo. Dan wil ik hier nog iets mee. Er moet natuurlijk nog een leuke tekst op. Of nog een leuke bloem. Even zien. Dankjewel Sylvia. Maar ik ben nog niet klaar. Oh, mijn kaartje moet ook nog. Maar zo kun je zien, met een paar stempels en die leuke die-cuts maak je gewoon al een heel leuk, ja, heel leuk cadeautje. Ik vind het altijd heel erg leuk om zelf met iets aan te komen. Bij mijn schoonfamilie mag ik al niet met iets gekochts aankomen. Er staat geloof ik al van 4 jaar allerlei doosjes en kaartjes nog op de kast, dus... Dat is wel heel leuk. Ik denk dat ik hem hier in het midden van de bloem. Zo. Nou, de tekst moet ik nog bedenken. Maar het resultaat zal ik laten zien in een blogbericht of hier in de groep. Doosje vind ik in ieder geval al af. Denk ik. Ik weet nooit wanneer ik moet stoppen. Hebben jullie dat ook? Want ik vind deze dan ook nog wel leuk. Ja, doe ik er ook nog mee op. Zo, die plak ik ook verhoogd op. Zo. Niet in mijn vingers knippen, dat is niet handig. Hi Brigitta, dankjewel. Die plak ik hierop. Dat is wel een mooi vrolijk bloemetje. Zo, dat is de bovenkant, de zijkant, de onderkant en nog een zijkant. En in het doosje. Kan best zijn dat ik de binnenkant ook nog wel ga bekleden, maar dan moet ik eerst wat nieuws maken, denk ik. Nou wil ik het kaartje nog even doen. Als het goed is, ja, is die groot genoeg. Ik vind het wel leuk om er dan ook nog een kaartje bij te doen. Dus die plak ik eerst op.
Zo. We zien. Ja, die kant gaat die open. Dat is ook wel eens makkelijk. Je hebt toch een bepaalde gedachte bij iets. Dus. Nou. Dan wil ik nog even iets roze aanzetten. Zien. Zo. En dan ga ik daar nog een beetje blauw in doen. Ik heb ook niet voor niks mijn nagels natuurlijk blauw geverfd. Dus er moet nog wel een beetje blauw in. Maar een mooie knalkleur. Dat is deze wel. Je doet daar gewoon nog een paar streepjes. Hoeft niet zo heel veel, maar... En dan had ik een huisje. Ja. En waar heb ik die nog steeds? Het is er wel. Ja. Een boompje. En een huisje. Ha. En dan zie je niks weer van die gekleurde bloem. Nou ja, dat geeft ook niks. Ik kan ook alleen het huisje doen. En dan nog iets in de bovenkant. Even zien. Oh, die is ook wel leuk. Mooi randje. Zo. Kijken of ik nog wat zwarte inkt heb. Ja. Kijk, dan doe ik die daar. Daar staan ook nog wel leuk. Zo. En het huisje, nou, kom maar een klein beetje. Ja, alleen het huisje vind ik ook is genoeg. Zonder van de stempels. Alhoewel ik het boompje ook heel leuk vind, maar die gebruik ik weer voor iets anders. Het blok is nog lang niet leeg. Zo. Wow. Ja. Nou, die doen we daar. En er komt hier nog een mooie tekst. Maar daar wil ik even mijn best voor doen. En misschien even zien. Ik heb namelijk een hele doos vol met emaille dots. In alle kleuren. Ik denk dat blauw het mooist is. Nee. Gek hè? Dan is het ineens niet mooi. Ik doe geel. Zo. Tekstje erbij. En dan heb ik denk ik, het is gelukt binnen de tijd, een heel mooi cadeautje. Voor mijn vader, voor de 11e keer verhuizen. Ik vind het knap. Bedankt voor het kijken. Als er nog vragen zijn, stel ze maar. Ja, dat klopt. De Rubon teksten zijn ook heel gaaf. Maar mijn vader is al de 75 voorbij. Dus heb ik gewoon een beetje... Ik vind de teksten voor ons wel heel leuk. Maar wie weet zit er wat tussen. Ik heb nog veel meer teksten, stickers. Dus wie weet zit er iets leuks tussen. Dankjewel Marlene. Dat moet ook, want je maakt gewoon hele mooie spullen. Dus dat is fijn werken. Ik dank jullie allemaal voor het kijken. Het was misschien een beetje rommelig.
Maar de volgende keer gaan we gewoon weer aan de gang. En als jullie eens een keer iets willen zien, dat je ideeën hebt, ik vind het wel leuk om te weten wat ik een keer zou moeten showen. Dus laat maar weten, een art journal pagina of een kaart, een doosje. Ik doe alles. Dankjewel, tot de volgende keer en een heel fijn weekend.